naar Piero van Schijndel, Gijs Adriaanse, Jamie Obring, Max van Dinter, Boris Brekelmans, Bas Verhagen, Sam Laurensen en Tim Goossens. En vanuit het midden komt hij daar boven. Dit is de grootste die als eerste zien. Maar kant op komt afgevolgd door de 160% Laurensen die daar heel mooi aan vast uit. En wat dacht je van Gijs Adriaanse op die derde plek? Wat gaat hij doen? Houdt hij dat vast of komt daar die andere man van die gongen door? Hoe, dat wordt het spannend. Hey, hij moet dat plaatje toch laten. Die man vanuit Michennis. Adriaanse dan toch sterker lijkt het zo te zijn. Dan van Dinter daar nog hun in het eten gaan gooien van een van die twee mannen. Het is niet van Goossens die vrij zit. En ik denk dat Laurensen ook al vrij is. Het zal spannend worden tussen 3 en 4. Kan Adriaanse daar nog iets aan veranderen? Op blijde dat is. Hoe is het de Verhagen die zich mee gaat bemoeien? Want hij kan toch de 64 te zijn van Boris Brekelmans op de derde plaats.